Hallo allemaal, mijn naam is Sjoerd, ik ben van Halo Jobbing. Namens de gemeente Den Haag ga ik je laten zien hoe de route bij Nieuw-Waldijk werkt. Gaan jullie mee? Bij de eerste post moet je rechtsaf naar het bruggetje. Bij de tweede post moet je linksaf slaan. Door de hobbels aan het einde van de weg moet je alle verkeersgebruikers voorrang geven. Zowel van links als van rechts. Kijk dus goed naar beide kanten of er andere verkeersgebruikers zijn. Bij de derde post moet je rechtsaf. Hier heb je geen voorrang, dat kun je zien aan de haaientanden. Dag allemaal! Op dit punt heb ik geen voorrang en moet ik wachten tot de auto voorbij is. Als de auto voorbij is, kijk ik goed omheen en kan ik gaan fietsen. Bij de vierde post moet je links afslaan. Kijk ook hier goed naar de andere weggebruikers. De vijfde post is een kruising waar je rechtsaf gaat. Je hebt hier voorrang, maar moet het ook krijgen van de andere weggebruikers.
Dag allemaal, hoe vinden jullie dat ik het doe? Fietsers van rechts hebben voorrang bij de zesde post. Ook niet de bocht afsnijden, hè, als je naar links gaat. Tijdens het fietsen blijf je natuurlijk op je eigen weghelft om botsingen en ongelukken te voorkomen. Ook blijf je om je heen kijken wat de andere weggebruikers doen. We zijn bijna aan het einde. Dit is het einde van de route Nieuw-Waldeck. Zou ik het gehaald hebben? Ik hoop het maar. Dag!